Welkom weer bij Zwarte Koffietijd. Vandaag drinken we koffie met Olympische bobslee. Judith Vis is mijn favoriete onderdeel, want ik hou van glijden toch, ja man. En we hebben ook wat lekkers bij de koffie. Lange vingers, want je weet wat ze zeggen over mannen met lange vingers. Die kunnen sleutelen. Judith, mijn eerste vraag aan jou is, hoeveel vrouwen zitten eigenlijk in die bobslee? Er zitten twee dames in de slee. Twee dames in die bobslee. Je had eigenlijk een andere naam moeten geven, toch? Bobby slee. En hoeveel uren trainen jullie dan, Judith, die bobslee op elkaar, in elkaar, over elkaar, lekker glijden? We trainen 4 uur zomers. Oh, lekker warm in de zomer. Maar Judith, wat is jouw taak in die bobslee? Wat is jouw functie? Ik moet zo hard en snel mogelijk die slee op gang brengen. Oh, lekker. Laat maar lekker glijden. Ik ga je eerlijk zeggen toch, die Olympische vuur begint bij mij te branden nu hoor, Judith. Oh, ik ga eerlijk met je zijn, Judith. Ik wil dingen met je doen. Leuke dingen, stoute dingen, boom boom dingen. Want ik vind je lekker. Dat is mijn koffie, zwarte koffie. Wil je me proeven? Dikke zwarte bonen. Jongens, het is tijd om weg te gaan. Want ik ga dingen pruttelen. Je moet naar buiten. Tot de volgende.